Hey, welkom mensen. Welkom bij Bolstar. Vandaag is er niets, eigenlijk nog niet gevlogd geweest. Waarom niet? Ik ga kijken of ik de beelden misschien hier kan inarten. Het is momenteel weer eens een brak. Dacht ik, ik ben wel vandaag naar school geweest en zo, want die dingen allemaal, dat is allemaal geen probleem. Mensen die op mijn Instagram volgen, zullen dit wel beelden wel al vaker gezien hebben, want ik ben ook een persoon die niet meer gaat wegsteken hoe het precies gaat. Het gaat niet meer zo worden van, ah ja, je hebt het weer vlammen, stoute beestjes in je hoofd, die weer van alles doen waardoor je verdrietig wordt. Nee, dat gaat niet meer zo zijn van, ik laat het niet meer zien. Ik ga wel gewoon filmen en trekken doen voor het toch aan de mensen laten zien, omdat ik ook wel vind dat mensen ook wel mogen zien dat niet iedereen in deze tijden of wat dan ook gelukkig kunnen zijn, ook al is het, maakt niet uit, ook al was er geen corona, dan had ik dat nog gedaan, omdat dat wel heel belangrijk is eigenlijk om toch te kunnen laten zien van kijk, het leven is niet altijd hoe dat je het wilt eigenlijk, en dat is bij mij ook hetzelfde. Het is niet omdat heel veel mensen we nu beginnen te herkennen op straat, op school of wat er ook, dat het leven daardoor heel makkelijker gaat. En ik wil het toch even zeker vast laten zien. Ook, ik merk dat ook wel dat mensen er ook nood aan hebben. Dat mensen daar ook zelf naar mij toe komen van als je video's post. Dat ze ook weten dat het niet altijd heel goed gaat hier. Dus ik ga dat ook wel in beeld brengen eigenlijk. Dus als ik huil, dan huil ik ook. Dan ga ik dat gewoon ook proberen te filmen. Dat is niet altijd heel makkelijk, want ja, de dingen die ik op TikTok zet, soms acteer ik ook wel heel veel om toch op TikTok dat te zetten. Omdat ja, als je echt weent, dan is het altijd, dan ga je niet zomaar een camera pakken natuurlijk. Maar ik zeg het is niet gemakkelijk. Het zijn moeilijke tijden, ook voor mij, ook voor u, voor iedereen. Ik weet dat er heel veel mensen alleen zitten, maar het is gewoon moeilijk. Moeilijk ook, ja, voor iedereen. En dat merk ik ook wel. Ik kan geen namen noemen. Dus ja, en ik wil ook dat ook wel bespreekbaar maken naar mensen toe van kijk, het is niet altijd hoe je denkt dat het is. Want heel veel mensen zeggen dan van, ja het is zo en zo en zo voel ik mij nu en dit en dat. Heel veel mensen die op Instagram zitten of op Facebook of op TikTok of wat dan ook, die zijn ook wel eens verdrietig. Maar die laten dat niet merken. Sommige mensen hebben er bewust voor gekozen als het verkeerd gaat of het niet goed gaat met hun, dat ze dat niet laten merken. Ik deed dat in het begin ook vroeger als ik vlogs maakte van ah ja, als ik mij niet goed voel of ik huil of dit of dat, dan breng dat niet in beeld. Maar sinds kort heb ik echt al beslist van kijk, ik ga daar ook wel open over zijn. Ook omdat ik eigenlijk een beetje door de video's die ik heb leren kennen eigenlijk door een persoon op TikTok, de link staat trouwens in de beschrijving, heb ik ook zoiets van waarom niet gewoon laten zien eigenlijk? U doet er niemand kwaad mee. Uzelf ook niet. Ik moet niet beschaamd zijn omdat ik een traan laat. Zeker niet. Ik moet dat zeker niet doen. En zo leren mensen ook kennen. Want soms, als je dan zegt, gaat dit goed, mensen zien dat niet. Want mensen zien alleen maar een beeld van mensen die lachen, mensen plezier maken, mensen die... Ik heb wat toch soms ook op, als ik kijk op andere kanalen, dat ik ook zie van, ah, die gaan dit of dat. Het lijkt altijd zo schone schijn eigenlijk altijd. Het is altijd goed. Het gaat altijd prima in dat gezin of wat dan ook. Ik heb het dan. En ja, daar wordt ook gehuild. Daar wordt ook eens een keer slechte dagen bij. Dat er iemand ziek valt of wat dan ook. En dat is eigenlijk het punt waar ik eigenlijk wel zo aan beslist heb. Van kijk, ik ga mijn eigen niet langer verstoppen en geen langere masker opzetten. Gaat het niet goed, dan gaat het niet goed. Huil ik op een kerkhof? Oké, dan huil ik op een kerkhof. Huil ik thuis? Dan huil ik thuis. Ook al ben ik meer een man aan het worden, mannen mogen ook huilen. En of dat je moet dat zeker niet verstoppen. En dat heeft me nu wel geleerd. Dus ik ga proberen om de beelden hierachter te plakken. Hoe ik vanmiddag heb gereageerd eigenlijk. Hoe ik me eigenlijk voel. Het gaat totaal niet op de procent. Ik ben wel gaan werken vandaag omdat ik geen corona heb. Ik heb geen griep, ik heb niks. Ik heb alleen van binnen en hier een kopje dat het momenteel weer kortsluiting geeft en waarom het weer een beetje moeilijker gaat met mij. Gebeurt dat vaak? Ja. Gebeurde dat voordat mama dood was? Ook. Vaak. Dat heeft ook een beetje met autisme te maken en zo.
Maar ook, ja, ik kan daar dus niks aan doen. Ja, ik denk ook wel dat ik, zoals je wel weet, ik ben ook wel wat depressief. Ik ga ook naar een psycholoog om te praten. Om dit allemaal eigenlijk stukje per stukje op te lossen. Maar dat gaat niet allemaal op één dag. Niks gaat op één dag. Dus ben ik er ook wel bewust van. Dat ik eigenlijk voor mezelf wel gewoon doorvlog. Maar wel soms ja, niks kan filmen. Omdat het bewust niet zo goed gaat. Dus ja, zelf als Enzo is, kan het ook zijn dat ik me niet goed voel. Maar ik kan dat niet aan dat manneke laten zien, dat bewust zo. Omdat dat manneke is te klein om te zeggen van, ah, Peter voelt zich nu verdrietig. Moet ik echt wenen, zal ik wenen. Hè? Maar dat is iets anders. Dat manneke kan dat niet weten. Maar die moet ook weten, want het is ook niet altijd schone schijn eigenlijk. Hè? Het is niet dat ik opsta en dat ik zeg, wauw, hè? Nee. Ik probeer mij ook wel... bijvoorbeeld like gisteren ging het ook niet goed. Maar ja, ik wou toch die sketch opnemen eigenlijk. Omdat het toch wel een beetje mijn dag te verzet. Nu was het stilke en gieten. Ja, ik, op TikTok maak ik wel meer video's. Zo, bijvoorbeeld nu heb ik dat gedaan met Mitzi. Ik zal het even laten zien. Klein stukje maar, want anders heb ik een ding aan mijn been, dus dat gaat niet. En ik plaats ook alles op dit, dit dingenkanaal. Even hier opzetten. Mensen reageren massaal erop. Zo, lieve kijkers van TikTok. Ik ga vandaag eens gaan kijken in Mitze haar live. En dus dit heb ik gedaan eigenlijk. Je kunt het ook allemaal terugvinden op Sweetie, Sally, Sil. Daar plaats ik eigenlijk al deze grappige, leuke filmpjes. Ik probeer ook wel een beetje leuke dingen in te steken. Dus ik speel daar ook met mama eigenlijk. Dus het is ook nog extra moeilijk om dat te doen. Ja, natuurlijk wel overdreven, hé, wat meer kuisen, dit en dat. Maar ik vind dat wel leuk om te doen eigenlijk. En ik heb gezien dat Mitzi daarop gereageerd heeft. Maar is niet gekozen voor mij. Het is achter een klein foutje. Dus Mitzi is zo een beetje perfectionist, hè. Dus ja, ik vind dat wel leuk eigenlijk om zo dingen te maken. Eigenlijk. Dus als je zo, ik heb echt wel heel veel ideeën daarin. Dus ik vind dat wel leuk. En op, als ik live ga op TikTok, dan ga ik live dus hierop. Op Bolstar. Namelijk, de naam wordt nog veranderd. Vanaf binnen 2 dagen kan ik daar Bolstar officieel van maken terug. Dan ga je hem ook gemakkelijker terug gaan vinden. Dus ja, mijn film is al 401 keer bekeken. Dus dat vind ik al goed eigenlijk. Ik zie mijn eigen niet meer weg. Ook iemand vraagt, wat is er aan de hand? Ik vind dat belangrijk om, wat is er? Om toch wel te laten zien dat het niet altijd alles goed gaat eigenlijk. Dus dat vind ik al belangrijk. Je krijgt wel veel reacties daarop. Maar dat is ook goed om te laten zien aan de mensen van, het gaat niet altijd goed hoe dat jij denkt. Het is niet omdat ik plezier maak dat het goed gaat. Dus ik ga dat filmpje zeker inerten. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.